Hallo, kijk, Sonny en T. Ik ben Mark en we vragen hier weer met de Escapist. Vorige aflevering hebben we dus eventjes een kaart moeten neerslaan om even proberen om een goede key te krijgen. We hebben de oranje key gekregen, maar die heb ik er gewoon neer laten zitten, want dat is degene die we niet nodig hebben. Dus wanneer het weer free period is, ga ik even kijken of ik de goede key kan pakken. En ik heb ook even een beetje de crafting recipe gekeken, omdat ik natuurlijk de crafting recipe van de betere cutters nog niet heb. Heb ik eventjes gekeken wat beter is dan de flimsy cutters. En dat is heel simpel. Je hebt dus nog een lightweight cutters. Dat is dus gewoon extra duct tape plus nog extra file. Daarna heb je nog een sturdy cutters. En dat is volgens mij de laatste. Dat is nog een keer weer duct tape met nog een file en de lightweight cutters. Dus als ik dat heb, dan zit ik behoorlijk goed. Behalve dan heb je wel 80 intellect nodig. En dat heb ik nog niet. Dus dat is ook iets wat we nog nodig gaan hebben. Even zien. Make and Eaten. Nou, dat is mooi. Want Benjamin die had ik de vorige keer neergeslagen. Dus die heeft hem niet. Dus dan wordt de volgende keer, denk ik, Adam of zo. Dat weet ik niet. Maar ja, het gaat op zich wel goed. Dus dat scheelt. Ik had ook even opgezocht waarvan dit het idee was. Dit is een beetje een soort van idee van een Tweede Wereldoorlog gevangenis in Duitsland. Dus ik denk echt van, ja, die naam die klinkt dan behoorlijk Duits. En dan blijkt het ook nog zo te zijn. Nou ja, soms moet je ook wel eens dingen opzoeken om verder te kunnen. Want ja, het moet toch. Al niet een mint after dit is. One plus to the chef. Nope. Jezus, drie mensen. Holy fuck. Wanneer je denkt dat dat niemand je ziet. Och, en iemand wordt weer in elkaar geslagen. Het is altijd weer hetzelfde. Ja, ik weet dat mijn inventory vol is. Lekker werken, lekker werken. Hoppakee. Lekker vol klikken. En dan ga ik zo lang mijn intellect een beetje omhoog trainen. Maar eerst dit nog even. Ik heb gewoon te veel geld. Dat is gewoon nu het probleem. Nou ja, op zich wel handig. Als je dingen nodig hebt wat mensen te koop hebben staan, dan kun je het wel gelijk halen. Dus dat scheelt. Gewoon lekker boekjes lezen. Ja, la 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 la. Oké, mijn heat is weer helemaal nul. Dat is prima. Dat betekent dat ik weer even iemand neer kan slaan. Zonder dat de snipers het zien. Hi, Steve. Ik heb gewoon minimaal 80 intellect nodig. Dat is echt insane veel hoor. Ik ben nu ook gewoon vol mijn muis aan het intikken. Zo van. You are too fatigued. En ik heb 70. Oké, dan moet ik nog 10 erbij. Dan gaan we zo dadelijk zeker. Ja. Laat me even douchen, graag. Want ik heb mijn fatigue een beetje te hoog. Zal dit genoeg zijn? Ja.
Multitool. Ooh. You're out of range, ja. Dat boeit niet. Extra snel slaan, dat is ook echt niet een probleem, joh. Oké, hier gaan we dan weer. Benjamin, jij mag deze keer blijven leven. Ik ga nu even iemand anders in elkaar slaan. Met mijn knuckle duster. Oh, dat is wel geniaal. Kijk, wat verkoop jij? Ja, duct tape, maar... Ik kan ook Steve gaan. Laat ik Steve doen. Moet je kijken, ik gewoon... Wat was het? Wat een putty? Yes! Oké. Laat ik jou even de key weer teruggeven, want anders gaan ze denken van... Oh, Mark heeft die key gestolen. Shit, ik heb nog meer intellect nog. Ah, dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval de moltal. Dat is echt chill, hoor. En nu heb ik ook niemand meer nodig. Oké, ik heb dus 80 nodig. Wat heb jij, Bruce? Oh, nee, jij had precies hetzelfde als de vorige keer. Even douchen. Maar dat betekent dat we een goede key hebben. Dan hoef ik ook niet meer in mijn free time gewoon zitten te slaan de hele tijd mensen. Dat is ook niet echt chill. Dat allemaal in je vrije tijd te doen. Maar ik had hem gewoon in 3 klappen gewoon neer. Terwijl hij mij maar 3 klappen kon geven. Hij gaf mij 9 hits eraf. En ik gaf er 8 per keer af. Dus iets van 24. Dat is echt niet veel. Een sniper daarentegen? Ja. Kijk, 84. Dat is prima. Hey. Plastic staff key. Ik heb mijn fatigue een beetje omhoog. Hey, kan nog een keer. Oké. Okay. Nu nog meer files en zo. Mason, wat heb jij? Ja, dat weet ik. Nee, kom hier. Meh. Ik kan de zon wel even eten. Maar nu hebben we in ieder geval de plastic staff key. Dus dat is echt fijn hoor. Nam 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 nam. Oh, dat voelt gewoon zo goed. Gewoon even iemand neerslaan en dan gewoon precies de goede key in de tweede keer te krijgen. Dat is echt chill. Oké. Okay. Het enige wat ik dan nodig heb is eigenlijk nog een guard outfit. En nog, even kijken. Een bed dummy. En dan moet ik nog een gat in mijn muur graven. Want ik wil dat dan in de nacht gaan doen natuurlijk. Want dan zijn er natuurlijk geen snipers die we dan neer kunnen knallen. Dus dan moet ik nog een kaart outfit halen. Dat is op zich geen probleem. En een bed dummy die is zo makkelijk te maken, joh. En dan moet ik natuurlijk ook nog een contraband pouch meenemen. Oké, daar heb ik volgens mij 2 kussens van nodig.
Oh, een Betterby. Eigenlijk moet ik meer files hebben. Ik heb meer files nodig. En nu zullen ze dat op zich nog wel moeten hebben. Want hoe meer files ik vind, hoe minder contentbrands ik krijg. Echt raar, maar het is wel zo. Nee. Clark, misschien kan ik straks nog even wat bij jou halen. Oh, ik dacht even dat iemand die wordt ook weer in elkaar geslagen. Zo te horen. Not my problem. Clark, ik heb je nodig. Clark, kom hier. Never mind. Oh. Missen. Silky mold. Ja, dat heb ik niet nodig, meneertje. Ik ga voor een manier naar buiten. Ja, gewoon door de muur in graven. Dus dan moet ik met vorken doen. Heb ik hier al gekeken? Ja, toch? Volgens mij wel. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Goddammit! Please do not sell search me. Hallo Martin. Martin en Chung, mooi. Zo. Nou, dit was weer de aflevering. Volgende aflevering gaan we proberen om de betere cutters te krijgen. De sturdy cutters en zo. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.